Kan ik even bij jullie komen zitten? Vroeg hij. Hij liet zich vallen op het gras voor het huis van Gerda. Langs haar neus weg, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, zei Gerda. Lieneke, even kennis maken. Dit is Hans. Hans, dit is Lieneke. Het was bijna 2 weken geleden dat Lieneke tegen de soldaat aangelopen was die tegenwoordig in het huis van Gerda woonde. Al die tijd durfde ze er niet naartoe. Stel dat ze hem weer tegenkwam. Keer op keer fantaseerde ze hoe koelbloedig ze zou reageren, zonder paniek. Aangenaam, zei ze luchtig, alsof ze helemaal niet bang was. Aangenaam, zei de soldaat met overslaande stem. Ik hoop dat ik jullie niet stoor. Nee hoor, zei Gerda, en haar dunne haar viel weer voor haar ogen. Ik wil jullie echt niet storen, herhaalde Hans. Hij voelde zich niet helemaal op zijn gemak. Aan de ene kant was hij verlegen met de situatie, want hij wist dat het leger de familie gedwongen had om hem logies te verlenen. Aan de andere kant vond hij het prettig om even niet bij de andere soldaten te zijn, van wie de meesten onbehaven waren in ouder dan hij, en in plaats daarvan te wonen in een huis met ouders, kinderen en dieren. Mag ik kijken? Vroeg hij schuchter. Zijn blik was gevangen door een kleine schilderzeesel die voor Lieneke stond. Lieneke had hem van oom Hein gekregen als verjaardagscadeau. De ezel hoorde bij de antiekverzameling van de dokter, die hem aan haar had gegeven samen met een tekenblok. Nu werd ze een echte kunstenares. Ze vond het prachtig om rond te lopen met de schilderzeesel, die licht en handig was, en vermaakte zich met het raden naar de vorige eigenaar. Tot dan toe had ze hem alleen thuis en in de tuin gebruikt, maar deze dag had ze hem meegenomen naar Gerda, want ze wilde nog steeds de koe in het kalfje tekenen. Ze had een hele tijd op een kruisje in de stal gezeten en vond dat hun leven wel gelukt waren, maar de uitdrukking van de koppen van moeder en dochter had ze niet goed op het papier kunnen overbrengen. Het is nog niet klaar, zei ze tegen Hans. Het is alleen maar in het klad. Gewoon een probeersel. Ik moet nog op ze oefenen. Goed dan, zei hij en zuchtte. Maar hij mag toch wel kijken, vroeg Gerda aan Lieneke, want de soldaat trok een sipgezicht. Lieneke gaf hem de schilderzeesel met de tekeningen aan. Hij liet het beeld van de koeien die Meudel hadden gestaan op zich inwerken en Lieneke bestudeerde zijn gezicht. Dat zag eruit van de jeugdpeusjes een glom van het zweet. Mooi zeg, zei Hans en hij zuchtte weer. Als ik zou proberen koeien te tekenen, zou een huis uitkomen. Altijd een huis en dat ziet er ook nog steeds hetzelfde uit. Een vierkant met ramen en een driehoek als dak. Zoals kinderen met hem. Hans was 17, maar hij leek jonger. Hij was opgeroepen voor het Duitse leger en al na een paar maanden naar Nederland uitgezonden. Hij was heel tevreden met zijn militaire dienst, want hij was niet naar het front gestuurd. Ze stationeerden hem bij een commandopost die niet in een ver land of een vijandelijke stad was gelegerd, maar in een buurland, in een dorp dat hem deed denken aan het dorp waar hij vandaan kwam. Desondanks had hij vreselijk heimwee en wilde niets liever dan praten over de mensen die hij achtergelaten had. Willen jullie ook iets zien? Vroeg hij en hij haalde uit zijn broekzak een foto van een grote vrouw met een volle maand gezicht en vlechten die om haar hoofd gewonden waren. Haar ene arm had ze om een meisje met vlechten en puistjes heen geslagen en de andere om Hans. Lieneke keek naar haar. Ze had een enorme boezem, die een aanzienlijk deel van de foto in beslag nam. Net als haar tante, de zus van haar vader die Rachel en zij achter haar rug het dienblad noemden. Tante had een vierkante voorgevel en zo groot dat je gemakkelijk koopjes en boden op kon vervuren. Haar man, beambte bij de Nederlandse spoorwegen,
had een vreemde hobby. Hij las aan een stuk door dienstregelingen en wist altijd precies van alle treinen op het Centraal Station van Utrecht wanneer ze vertrokken en wanneer ze aankwamen. Ze hadden 3 volwassen kinderen. Waar zouden zij nu zijn? Feitelijk wist Lenneke van de hele familie nu alleen waar Oom Raf was, haar moedersbroer, die nog voor de oorlog naar Palestina geëmigreerd was. Ze keek weer naar de foto. Dit zijn mijn moeder en mijn zus, vertelde Hans erbij. Ze zien er heel lief uit, zei Lenneke. Had zij ook maar een foto van haar moeder om naar te kijken en aan anderen te laten zien. Heel lief, zei ze nog een keer. Vind je ook? Vroeg Hans, niet met de bedoeling om antwoord te krijgen, en toen klonk zijn stem verdrietig. Ik verlang zo naar hem, zei hij. Je ziet ze binnenkort weer, probeerde Gerda hem moedend te spreken. Ik wil ontzettend graag naar huis, bekende hij, en wierp een blik op Lenneke. Was die oorlog maar afgelopen. Zij wist wat hij voelde, maar zei wat iedereen zei. Die oorlog duurt niet eeuwig. Hij duurt al jaren, zei Hans vertwijfeld. Er lijkt geen eind aan te komen. Er komt een eind aan, troostte Lenneke hem. En jij gaat terug naar huis, naar je moeder en je zus, en alles wordt weer zoals het was. Ze klonk heel zeker, en hij lachte een beetje. Hij had mooie witte regelmatige tanden. Bedankt, zei hij, met iets van hoop in zijn stem. Hij stond op en deed de foto weer in zijn zak. Ik wou dat ik jullie iets leuks kon geven. Hij wrutte in zijn zakken en zei, jammer, ik heb alleen tabak.